Ik heb me vandaag toch iets voor jullie. Dat is echt niet normaal. Want ik heb een paar dagen geleden een livestream gedaan. Daarin heb ik echt bizar veel dozen geopend. Ik had 10.000 edelstenen opgemaakt. Ja, dat is al bizar. Maar echt, de aantal luck wat ik had uit sommige dozen was echt ongekend. Vooral in de eerste livestream was het echt bizar. En dat gaan jullie vandaag zien. Ik laat alle hoogtepunten zien van de eerste livestream. Ja, die stream die duurt in totaal 1,5 uur. En ik dacht, weet je wat, we kunnen beter nog even een korte video maken voor degene die de stream niet misschien helemaal heeft gezien. En voor degene die de stream wel heeft gezien en denkt, oh, het is leuk om een dagje te zien. Nou, dan heb je hier gewoon een mooie samenvatting video. Want ik heb zoveel goede knokkers gekregen. Dat is echt niet normaal. Jullie gaan ze allemaal zien. En als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. Zouden we, weet ik veel, de 4.000, 5.000 likes kunnen halen. Dat zou echt heel nice zijn op deze, zeg maar, reactievideo of ik weet niet, hoe moet ik dit noemen, epische momenten van Gamebox of zo, zoiets. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En gebruik de code BOUNCE als je ook iets koopt in de Brawl Stars shop. Wordt gewaardeerd. Maar laten we maar beginnen met de hoogtepunten van deze livestream. Maar misschien krijgen we Amber ook uit deze doos, hè? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. We gaan erachter komen. Zit hier Amber in. Het zou geniaal zijn. Het is Rico. Dit is wel een super zeldzame knokker. Mijn eerste super zeldzame knokker die ik heb gekregen. Zin in. Ik ga nu drukken en dan 3, 2, 1, go! Het is Poco. Een zeldzame. Dat is dan wel weer jammer, hè. Dat is wel weer jammer. Nou, in principe, het is knokker, dus dat is nice. Maar zeldzame knokkers zijn niet super speciaal. En dan ben ik gewoon benieuwd wat het resultaat gaat worden. Hoeveel knokkers krijgen we? Wat? Wat voor doos was dit? Ik weet niet eens. Ik heb gewoon doorgedrukt. Maar we hebben gewoon Jackie. Let's go. Oh, deze had ik niet helemaal door. Oké. Come on. Wat gaat er worden? Penny. Penny. Super zeldzaam. Ja. We hebben nu ondertussen allemaal super zeldzame en zeldzame knokkers gekregen. Maar nog geen, zeg maar, epische, mythische, legendarische, de echt zeldzame knokkers. Dat is een beetje jammer. Maar wat gaat het worden? We gaan erachter komen in 3 seconden. 3, 2, 1. Boom, Rosa. Ah, yo, dit is ook weer een zeldzame. Maar dan hebben we nu alle zeldzame knokkers. Dus dat is nice. Maar we kunnen Lou vrij spelen. Chromatische knokker. Ja, het is erg nice. Maar ja, het is natuurlijk een knokker die ik sowieso zou krijgen. Omdat je de hele Brawl Pass koopt. Maar alsnog, wel nice dat we Lou erbij hebben gekregen. Maar meegenoos, 7 resterende items. Dit moet je hebben, dit moet je hebben. Nice. We gaan erachter komen. De eerste is de sterkracht. Oké, dan hebben we nu de sterkracht van Edgar. Maar volgens mij heb je een gadget voor een sterkracht als ik het goed heb. Dus dan moeten we nu eigenlijk een nieuwe knokker krijgen. Weet ik niet helemaal zeker hoor, maar dat denk ik in ieder geval. We gaan erachter komen en inderdaad een sterkracht en een nieuwe knokker in 1 doos. Nou, dat is best wel nice toch? Dat is best wel nice. Naar level 7. Oeh. Maar ik zat gewoon door te drukken, maar we krijgen Karel! Haha, let's go! Dat betekent dat we nu in totaal alle legendarische, nee, alle zeldzame en alle super zeldzame knokkers hebben gekregen. Volgens mij heb ik nu in deze livestream al een stuk of 7 knokkers gehad of zo. Dus dat is wel echt heel ziek. We gaan erachter komen. Ik ga drukken in 3 seconden. 3, 2, 1 en het is Kill! Wat? Wat? Milan had gewoon gelijk. No way. Het is inderdaad Gil. En natuurlijk zeiden veel meer mensen Gil in de chat. Maar Milan had ook nog gedoneerd. En die zei dat het Gil werd. Dikke shout-out naar jou, Milan. Hij had het gewoon goed. Lol, dan hebben we nu gewoon 2 chromatische knokkers al. What? Yo, dat is wel echt insane. Mijn eerste legendarische knokker van deze video. Of van deze livestream vrijspelen. Let's go. Wat gaat het worden? Oh, trouwens. Hoezo zeg ik wat gaat het worden? Het wordt Spike. Maar dat betekent dat we mijn eerste legendarische knokker hebben. Maar laten we nu maar gaan drukken. Lang genoeg gewacht. Frank! Daar is hij! Daar is hij! Nice! Oké, dat betekent dat we Frank zo meteen ook kunnen verwijderen uit het rad. Want Frank was ook als aanbieding. En er waren zoveel van jullie die dachten dat ik Frank eerder zou krijgen. Gewoon als eerstvolgende knokker. Uiteindelijk was het Gil. Maar toch hebben veel van jullie gelijk. Want Frank is toch wel een van de knokkers die ik nu heb gekregen. Dus het is wel redelijk snel. Maar we gaan weer door met de megadozen openen. Want dat is natuurlijk waar jullie benieuwd naar zijn. Welke knokkers we gaan krijgen. 7 resterende items. Let's go. Het kunnen 2 gadgets zijn. Het kan ook een gadget zijn en een knokker. Het kunnen ook 2 knokkers zijn. Meer dozen. Ja, dit, ik zie zoveel reacties voorbij komen. Bibi zie ik ook wel veel bij jullie langskomen. Weet je wat? We gaan uit van Bibi. We gaan uit van Bibi. No! We
krijgen buien dat ze mythische knokken. Dan krijgen we hierna nog een knokker. Dus we hebben sowieso twee zeldzame knokkers uit deze doos. Ik dacht even, misschien krijgen we twee gadgets. Maar een gadget is toch altijd voor een knokker? Voor een knokker. Ik zag trouwens niet heel vaak Byron bij langskomen. Dus voor degene die Byron heeft gegokt, dikke shout-out naar jou. Maar volgens mij krijgen we hierna een knokker die of mythisch is, of legendarisch, of chromatisch. Als het goed is, dan is dit echt de lijpste doos ooit. Maar sowieso dat we Byron krijgen, is al niet normaal ziek. Ja, 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 ja. Dit is toch wel echt heel lijp. Dit is wel echt heel lijp. Er waren ook veel mensen die dachten dat ik gewoon een gadget zou krijgen. Maar dit had denk ik niemand verwacht. Nee, maar we gaan drukken. Wat gaat het worden? Ik ben zo benieuwd. Ik zie allemaal Sandy, Leon, Amber. Het wordt... No way. Dit is echt de lijpste doos ooit. Ik heb nog nooit zo'n zieke doos gehad. Mythische en legendarische knokker in één doos. De kans dat dat gebeurt... is denk ik 0,00001% of zo. Het is echt niet normaal. Ik heb denk ik nog nooit zo'n veel geluk gehad bij een doos. Insane. Legendarische knokker en een mythische knokker in één doos. Dat zijn ongeveer de twee zeldzaamste knokkers die je kan krijgen. En dat in één doos. Wat? Wat? Dit is echt insane. De chat gaat ook los. De chat gaat helemaal los. Oké, ik had het gehoopt, maar dit had ik ook nog net niet verwacht. Dit had ik ook net niet verwacht. Komt natuurlijk omdat ik de code BOUS gebruik dat ik zoveel geluk in heb. Nee, dat is natuurlijk onzin. Dat brengt geen geluk. Maar ja, weet je, sinds ik de code gebruik heb ik wel veel geluk of zo. Maar... dat is wel echt insane. Dat is echt insane. Gewoon groot legendarische knokken. Zelfs insane. Nee, nee. Nee. Laat even weten in de chat welke knokker ik ga krijgen. Of dat het twee gadgets zijn. Maar als dit weer twee knokkers zijn, dan stop ik met Brawl Stars. Nee, dat ga ik niet doen. Want straks krijg ik echt twee knokkers. Maar dat zou echt niet normaal ziek zijn. Dan voel ik mij gewoon weer echt schuldig richting jullie. Want dan heb ik gewoon zoveel geluk. Dat zou gewoon ongekend zijn. Dat zou echt ongekend zijn. 3, 2, 1 en... Oh, het is een gadget. Oké, de eerste is een gadget van Penny. Nice, dus dan hebben we mooi een gadget erbij. Maar er kan nog een gadget achter zitten, maar er kan ook nog een knokker achter zitten. Maar sowieso, twee zeldzame items, gadgets of knokkers in één doos, is al super zeldzaam. Dus dat is al heel lijp. Maar wat gaat er verder achter zitten? Search! Ja, ja, ja! Chromatische knokkers, search! We hebben nu al drie chromatische knokkers. We hebben search, gil... En... Oh ja, Lou, omdat we die natuurlijk gaan... Nou, die hebben we in de Brawl Pass gekregen. Die kregen we sowieso. Maar Search en Lou en... Gil hebben we gewoon gekregen. Wat? Insane. Dit is echt insane. Ik heb echt te veel geluk. Sorry, sorry, sorry. Dit is echt heel bizar. Hoe kan ik zoveel geluk hebben? Dat komt goed. Maar eerst nog even deze resterende item. We gaan drukken in 3 seconden. 3, 2... 1 en wat wordt het? Oh nee, ik heb te veel mazzel. Het is weer een knokker. Het is Bibi. Oké, heel veel van jullie hadden gegokt dat ik Bibi zou krijgen. Nou, en hier is Bibi. Dus ik heb Bibi. Nice. We hebben nu al 3 epische knokkers. Waarvan eentje natuurlijk Edgar is. Dus die hebben we gratis gekregen. Maar dan alsnog. Dit is echt heel bizar. Het is echt heel bizar. En we gaan nu ook nog een legendarische knokker krijgen. Want ik ga zo meteen aan het rad draaien. Imran, die zei ook Leon, Leon, Leon. Dus die had ook gelijk. Dat betekent dat we Leon gaan kopen. Let's go. De volgende legendarische knokker. Dit account wordt zo belachelijk goed. Dat slaat helemaal nergens op. 350 edelstenen. En nu denken jullie, oh, die kan je best wel makkelijk kopen. Je hebt er zoveel. Maar als je gaat kijken naar de store, hoeveel zeg maar, edelstenen normaal kosten. Dat kost gewoon 22 euro. Maar dit is echt... ziek wat voor een account ik al heb. Maar in ieder geval, iedereen zegt weer 6, 6, ja. Oké, meneer P. Ik zag hier dat iemand zei, meneer P. Augusta, of die zei nog Sandy. En Niels, die denkt Mortis. Het zou kunnen, het zou kunnen. We gaan erachter komen in 3 seconden. 3, 2, 1, en het wordt... No! Wie zei Mortis? Wie zei Mortis? Ik zei net dat iemand zei Mortis. Oké, nou, in ieder geval dikke shout-out naar degene die net Mortis zei. Maar dit is echt niet normaal meer. No way. We krijgen gewoon weer een knokker. Weer een knokker. Dit is toch wel echt heel lijp. Dit is echt heel lijp. Dit had ik ook echt niet verwacht.
Ik had wel verwacht dat we geluk zouden hebben met zoveel edelstenen. Maar zoveel geluk had ik ook niet verwacht. Mortis als mythische knokker. Dat is echt insane. We hebben al zoveel geluk gehad. Je kan ook niet altijd geluk hebben. Maar op het moment dat ik dat zeg, krijgen we 7 resterende items. Ai, 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 ai. Dit is wel echt heel lijp. Oké, 7 resterende items. Let's go. Het kunnen natuurlijk gadgets zijn. Het kan ook iets anders zijn. Het kunnen ook weer 2 knokkers zijn. Maar als het 2 knokkers zijn, zijn het sowieso 2 epische of zeldzamere knokkers. Dus dat zou echt heel bizar zijn. Maar oké, laten we nu maar even gaan drukken. Wat gaat het worden? Ik denk eerst een gadget. Als we meteen een knokker krijgen, dat zou echt bizar zijn. Ja, het kon niet anders. We krijgen een gadget van Nita. Nepbond, dus op zich is dat wel nice. Maar dan kunnen we nu nog steeds een knokker krijgen. En als we nu nog een knokker krijgen, dat zou ook bizar zijn. Maar 2 gadgets zou natuurlijk ook wel bizar zijn. Ik zie trouwens ook comments kappen nu. Ze vinden het gewoon niet meer leuk. Ze vinden het gewoon niet meer leuk hoeveel geluk ik heb. Iemand die dacht dat ik Amber en Nani zou krijgen uit deze doos. Nou, dat is dus niet het geval, want we hebben een gadget gekregen. Dat zou echt ziek zijn geweest. Maar we kunnen nog een knokker krijgen, dus we gaan drukken in 3 seconden. 3, 2, 1 en ja! Oké, hij zei Nani. En we krijgen wel Nani, geen Amber dan, maar we krijgen gewoon Nani. Een gadget en Nani. Dit is echt heel bizar. Ik had gehoopt dat dit een goede livestream zou worden met veel goede knokkers. Maar dit is echt insane. Dit is echt insane. Zoveel bizar goede knokkers. Echt, wat? Wat? Dit is echt niet normaal. We krijgen gewoon nog Nani ook nog. Nou, dat waren dus de hoogtepunten. Enorm veel goede knokkers kregen. Vooral die Byron en Crow uit 1 doos was bizar. Hoe is dat mogelijk? Die kans is echt zo ontiegelijk klein. Dat was echt bizar. Veel geluk. Maar ja, als je zoveel edelstenen opent, ja, dan krijg je ook wel een keer geluk. Maar nou, alsnog echt insane. Maar dan was dit het voor deze video. Binnenkort ga ik nog wel een keertje video uploaden met alle hoogtepunten van de tweede livestream. Maar dat komt binnenkort wel een keertje. Ik moest eerst even deze in elkaar zetten. Dus daar ga ik binnenkort mee bezig. Maar dat komt, dat komt. Maar dan was dit het echt. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!